Hoi allemaal en welkom bij het tekenen van het Seinstein-schild. En wat opvalt is dat je links heb je een leeuw, rechts een slang, links onder de das en rechts de adelaar. Ook de manier van arceren achter die vier dieren is verschillend. En in het midden zit het Hogwarts-schild natuurlijk. Dus we gaan dit eens tekenen. En voor de opzet kun je het beste een lijn zetten van 7, 6 en 10 centimeter. En in het midden 8 centimeter hoog. Dat is dan een hulpje voor de opzet van de tekening. Want ik ga hem uit vrije hand tekenen. Hier eerst teken ik dus dat middenschild voor de letter H van Hogwarts, of in het Nederlands ook wel Seinstein geheten. Je ziet dat de letter H een beetje puntig is aan de uiteinden. En ook in het midden zit zo'n puntje. Dan gaan we verder met het schild zelf. En dat schild is in vieren opgedeeld. Hier zie je de eerste rand. En dat bovenste vlak is wat kleiner dan het onderste vlak. Daarom had ik ook die hulplijntjes vast neergezet. Wat je links tekent, teken je rechts ook. Dus er komt eigenlijk een dikke lijn te staan om dat middelste schild heen. Hier de bovenste lijn. Die heeft wat hoeken. En je moet het eigenlijk zien als een soort van shirt die je aan kan trekken. Er zit zo'n hiephapje in het midden. En dan kun je hem helemaal sluiten. Hier zie je net de achterkant van het schild. Ook die heeft een bepaalde dikte en ook deze kan ik dan weer sluiten. Oké, nou gaan we het invullen. En ik hou het heel simpel. Ik teken hier een leeuw met van die manen. En zijn poot rust op dat middenschild. Hier zie je de staart. En dan komt hier dus zijn achterbeen. Die zo naar de buik loopt en hier het andere been. Dan de slang. Die hou ik ook zo makkelijk mogelijk. En zijn buik komt tot het middenschild. Je ziet ook een tong. En achter het schild vandaan komt dan de rest van het lichaam. En dan maak ik hem zo af. Dan de das. Die das die kijkt eigenlijk een beetje over zijn schouder naar achteren. Hier zie je de aftekeningen en zijn oog. Dan komt zijn linkse poot en zijn rechtse poot links tegen het schild aan te staan. Hier komt dan zijn achterbeen. Zo. En een beetje een oortje en een heel klein staartje. En dan tot slot de adelaar. Teken een kromme snavel erin. En dan hier het lijf. De poten reiken tot helemaal onderaan het schild. En zijn vleugels zijn geopend. Teken wat lange veren eronder uit. En die linkse vleugel komt weer tot aan het schild. Ook weer met wat veren en nog wat aftekeningen op de buik. Achter de leeuw maak je diagonale lijnen. Achter de slang zitten ruitjes. Verdeel ze zo mooi mogelijk. Achter de das zitten ruitjes, als een soort van gaas. En achter de adelaar zitten horizontale strepen, als in de lucht.
Tot slot arceer ik ook nog even die schildranden. En wat je dan als laatste ook nog even doet, is extra vet om die schilden heen. Je tekening lijkt dan iets minder plat, krijgt iets meer een 3D-effect, alsof het echt een schild is. En ik loop dus eventjes al die lijnen na. En ook die letter H in het midden maak ik zwart, maar ik laat een paar kleine stukjes wit over. Ook aan de binnenkanten, langs dus die aftekenlijnen, maak ik donkere lijnen. En hier, langs de buitenste rand, doe ik dat ook. Nou, het Swainsteinschild. Het inkleuren laat ik helemaal aan jullie over. En ik hoop dat jullie het een dikke like willen geven en ook gaan proberen. Nou, deel het met je vrienden als je hem leuk vindt. En tot ziens in de volgende tekenles. Groetjes van Lieneke.